De Côte de la Roche aux Faucons. De Valkenrots. Ja. In 2008, Karsten, is die opgenomen in Luik-Bastenaken-Luik. Ja. En jij was daar dolblij mee. Ja, Luik was een beetje voor mij op het randje. Het was eigenlijk net wat te lastig. En met deze klim werd hij nog lastiger. Dus deze verving eigenlijk, als ik me niet vergis, de Sartiaman. De Sartiaman, dat is gewoon, je stelt niet zoveel voor. 4 kilometer, 10% of zo. En dit is eventjes, dit is andere koek. Zo meteen, binnen enkele honderden meters, draaien wij rechtsop. En eigenlijk begint het al vrij snel. Ja, het is eigenlijk vrij stijl meteen. Ja. Maar het is wel een rare klim. Ja, het is... Want het zijn schuifjes of... Ja, het is echt onregelmatig. Hè? Je hebt in die woonwijk het eerste lastige gedeelte. Dan vlakt het wat af. Je krijgt weer een stijl gedeelte, rijden door die velden heen en dan... Dan komt dat laatste stukje, zeg maar, hè, daar, wat je helemaal daar bovenop in die velden ziet liggen. Dus, ja, want middenin zit er dan ook nog dat afdalingetje. Ja, inderdaad. Waar ja. Denk, jongens ooit is weggereden. Ja, inderdaad. Ja. Nibali gedemarreerd, jongens, de counter. Ja, ja. Het is hier een merkwaardige klim. Ja, Fuglsang die rijden denk ik ook weg, hè? Toch of niet? In ieder geval Schlek ook, ja. 2009. Ja. Dus het is echt wel een... decision maker moet ik zeggen in de Doyen. Ja. Bonjour. Hey. Hey mannen. Daar reed Rebellin de hek in. Direct. Ja, dan zit hij verder. Vertel het voor de kijkers. Wat gebeurde er? Nou, het was 2009. En toen demareerde Schlek hier. Ik denk dat hij alleen weg was. En toen had Rebellin, die had net Amstel en Waalspel gewonnen. En ik reed hier, zeg maar, aan de rechterkant van de weg. En Schlek reed alleen vooruit. En toen voelde ik iemand rechts komen. En toen stuurde ik wat naar rechts. En dat was. Rebellin. Dus. Hoe doe jij dat? Nou, dat is koers, joh. Ja, dat is koers gewoon, hè? Dat klinkt super gemeen. Maar het is een harde wereld. En. Dus vooraleer jullie allemaal reageren op sociale media, dat is koers. Dat is koers, gebeurt, joh. Voortdurend. Ja, het is niet zo dat ik iemand echt moedwillig van de fiets afrijd, maar dat was gewoon de deur dicht doen. Ja. Dat is koers. Hier wordt het iets zwakker. Relatief. Ja. Je voelt het wel. Komen. Ja. Ademhaling onder controle krijgen. In de mate van het mogelijke. Hier vlakt het opnieuw een beetje af. Maar het zit er nog niet voorbij. Want wat nu volgt is een heel korte afdaling. En daarna die lanceert je naar het tweede stuk van de klim. De Roche aux Faucons. Niet voor watjes. Het tweede luikje start hier. We rijden à Viste. Gemeente of gehucht van het Neu is Neu. Uit. En hier begint het alweer flink te stijgen. Ja, het gemiddelde stijgingspercentage is natuurlijk niet zo hoog. Maar zo heel regelmatig ook met dat stukje afdaling erin. Klopt. Zie zo. Het vlakkere stuk is voorbij. Hier zien we inderdaad een uitkijkpuntje naar Roche aux Faucons. Zo eens gaan kijken. Sta me toe om gewoon verder te doen. En hier lichtjes bergop. De weg zal zo meteen ook iets slechter worden. Open stuk ook zo meteen. Het laatste stuk van de Roche.
Côte de la Rochefoucauld. Aangename kennismaking, opnieuw. Ja? Lang geleden dat je hier terug bent, hè? Ja, het is lang geleden, ja. Ja, ja, 2014 denk ik. Ik denk dat het laatste jaar is dat ik Luik reed. En ik heb er niet zulke goede herinneringen aan deze klim, maar nu weet ik weer waarom. Dat is echt een kuitenbijter. Ja, het is echt een lastig ding, ja. Moeilijk in te schatten. Al die schuifjes, het doseren, zeer moeilijk. Wanneer doe je welke inspanning? Ja, het is echt heel, heel onregelmatig. En denk je dat je er bent, dan komt er nog dat laatste stukje over die betonplaten. En het zijn ook serieus wat hoogtemeters, hè, wat je overwint. En, maar ja, in Luik is het natuurlijk ook, je zit echt al diep in die finale dan. En hier begint het echt zeer te doen. Ook voor de wielertoeristen, hè, die Luik cyclo rijden en hier nog over moeten in de finale. Ja. Blijft voor iedereen is het superlastig klimmetje. Oké, op naar de volgende zouden we zeggen.